Hi, Unique. Krijgt alle gebutten aan. Alle hinders. Dus Unique, Rijntje is die daar. En hier is Sally. En de pony zie ik buiten. Net mij ook hoor, want dat ken het. Maar ik hier vanmiddag van de morgen week bij de orenstal. En toen kreeg ik wat van Oda. Ze zou dit mus nog even op de boxen plakken. Dat weet ik zelf helemaal verjet en dat we die hier. Hey Rijntje. Dus ik dacht. Hi. Die ken ik hier wel. Rijntje. Hier hebben we Sally. Oh, dat is Sasjan. Sally, wat een goed idee dit. En Uniek. Tada! Ja, dat is het ook. Wie is dat nog? Oh, dit is een nieuwe move. Als ze dit had, is ze gewoon aan het scooien. Dan was er meer wuttels. En ze krijgt wuttels, Joen. Maar ik heb dus ook nog een paar restjes in de voerbak. Dus hier kan ik gewoon de ponies, Joen. Ik denk dat ze die. Ja, skin maatje. Ah, skin. Maar ze gong er mooi aan de haal. Dat ken ik. Wat is er? Hè? Wat is er dan? Zeg dan. Zeg dan. Hè? Nou, vooruit. Ik denk mijn vingers. Spidey. Hey Glendy. Kijk Glendy, ik wat leert. Goed zo. Sally. Wat is er? Wat is er? Rijntje. Nou ben ik naar binnen. Ik heb zelf even eten. Eerst heen dus. Hier is hij. Hoi. Even zo. Ik ben reis gestart even aan het poetsen. Zo nou en dan, net te vaak. Even zo. Omdat hij zo vriert. Hallo? Hey. Die is wel lekker, hè? Ja. Zijn maam hebben krijgt ik uit kant. Die was steeds langer. En hij had overal wel wat voor zulke wondjes. Van het ruzie maar uit zijn maar de oren. Hinders.
Hij is ook een beetje zwart. Daar. Goed zo. En daar is hij wit. Hallo? Is ik naai, maar zit ik maar net een bieten. Hey, niet stikken. Rensie, Janko en Pieter. Hey, Rensie, Janko. Pieter. Pieter. Hallo? Hij is nog los. Kom maar. Nee, dat kan niet. Nou, ik zal ze wel los doen. Hi. Ik hier nog steeds een cadeautje lezen. Ik denk, die kan ik wel even unboxen. En nou, stoel. Daar. Mathilde, zal leuk te zien. En... het probleem is dat dit besteld is door iemand waarvan ik net weet door wie. Dus, don't know. Hey. But I do it in English. Someone ordered it in the Netherlands, so we get it from the store and we don't have to pay the import fees, so that's perfect. But maybe you can say who? I don't know. That's it. Oh. Holsters. Wow. From excellent. Should it washy? Mathilde isn't used to it yet. She is for 5 days, I think, now in this stall. She was with her other friends in the big stall, but now she's alone. So, yeah. But she's sweet. Pussy? Think? Maybe. Let's try. So. So. It's a little small, but maybe for the younger horses, it's better. Ah, that's nice. Thank you. What do we have more? Ah. That's a rope.
Nice. And another. Ah, it's a blue one. Do you like blue more? It's the same size. Oh, this, it says for pony. Yeah. Maybe we can better use them for Sama and Reina or Renzi Janko. But they are too big for my ponies at home. I love this color, pink. You like this more? And another rope. Perfect. And show ring shine. It's to spray in the mane and you can untangle it. I think that's a good detangle. Sorry, detangle. Perfect. And one of these. That's perfect. Thank you. Also, no name. So I don't know from who it is. But thank you so much for all these presents. We are very happy with it, and the horses also. So thank you. Well, she likes it. Thank you. Aww. You're so sweet. And tomorrow it was, this night, Mathilde got a sister. I just got a message from the owners of Sjerkje. And they told me Sjerkje had a filly tonight, this night. Zwaantje van Oostenburg. So that's your sister. Hey, that's your sister. Aww. Nou, ik ga naar buiten, ja? Ja? Hey.